Elk weekend wordt er wat afgedanst in Nederland. Dat het dansen tot veel politiek debat heeft geleid, lezen we vandaag uit de handelingen van de Tweede Kamer. Er wordt wat afgedanst in 's lands disco's, clubs, poptempels, stadions en festivals. Dat vinden we nu een volstrekt normale zaak. Dansen op ritmische muziek, tja, er zit toch niet heel veel kwaads in. Maar daar werd aan het begin van de vorige eeuw toch een beetje anders over gedacht. Dansen was natuurlijk in die tijd wel bekend. Stijldansen bijvoorbeeld op de fraaie klanken van Richard Strauss en zo. Maar in de jaren 20 van de vorige eeuw kwamen er allemaal nieuwe muzieksoorten bovendrijven die in de ogen van sommige politici uit die tijd een groot gevaar opleverden voor de goede zeden. In de grote steden in Nederland kwamen steeds meer dancings. Een nieuw soort uitgaansleven waar moderne, opzwepende muziek werd gespeeld, zoals Amerikaanse uptempo jazz en de foxtrot. Deze dancings trokken een jong publiek dat zich daar vermaakte met snelle danspassen en voor die tijd uitdagende kleding. En ook werd daar heel dicht op elkaar gedanst. In 1924 stelde het conservatieve Kamerlid Duinmaar van Twist dat deze dancings een verderfelijke erotische werking hadden. En hij vroeg aan de regering om in te grijpen. De pas geopende danslokalen moesten aan regels worden gebonden, waardoor het kwaad kon worden bestreden. De regering besloot de dancings niet te verbieden, maar wel aan strenge regels te binden. Er werd bijvoorbeeld bepaald dat de dansvloer maximaal 1/4 van de dansgelegenheid mocht beslaan. Bovendien moesten dansen geleid worden door een door de burgemeester geschikt bevonden persoon. Ook werd vastgesteld dat per vierkante meter er slechts 1 danspaar aanwezig mocht zijn. Dit moest onder meer voorkomen dat jongeren te dicht op elkaar zouden dansen. En hiermee dacht de overheid onzedelijk erotisch gedrag op de dansvloer te kunnen voorkomen. Echt veel effect hadden deze maatregelen natuurlijk niet. 20 jaar later werd er opnieuw onderzoek gedaan naar de dancings. Dat rapport werd opnieuw besproken in de Tweede Kamer. En de onderzoekers vonden de dancings nog steeds kwestieus. Maar ze waren ook iets milder dan 20 jaar daarvoor. Ze stelden dat het dansen mogelijk ook een cultiverende werking zou kunnen hebben, waarbij dansparen de voortreffelijkheid van hun persoonlijkheid tonen. Bij de man zijn ridderlijke hoffelijkheid, bij de vrouw haar gereserveerde lieftalligheid. Vanaf de jaren 60 werd er steeds minder negatief over deze dancings gesproken en werden de regels stukje bij beetje losgelaten. Er kwamen clubs, disco's en later ook grote dancefestivals. Van Strauss naar House. De politieke discussie over het dansen. Ik wens u veel ridderlijke hoffelijkheid en gereserveerde lieftalligheid toe. En een vrijzinnige week.